kan niet meer. Gebroken. Met wie was je op vakantie? Met wie? Met wie allemaal? Ik was op staatsbezoek. Ik heb alle mariniers gezien. Ik heb iedereen uitgezwaaid. Nou, kom op, het is geen over de vloer. Wat gaan we doen? Wat een Belg. Tak met die spiegels, zeg. Prachtig. Ja, hè? Die wil ik op mijn grafnezel laten. Nou, ik stap hem wel aan. Ik heb hem op proef. Ja. Een graftak. Hey, waar is het dan voor? Het leukste weekend is toch al geweest? Ga zitten hier. Ja, het leukste weekend is eigenlijk gewoon, we hebben gewoon een soort enquête gehouden bij alle fans. Wat willen we en wat gaan we doen? En omdat ik natuurlijk toen ik 50 werd een kleine burn-out had van een paar maanden, is er niet van gekomen om een groot feest te geven voor de fans. Is het alweer 8 jaar geleden? Nee, 9. En uiteindelijk hebben we een soort enquête gehouden. Die zeiden, ja, we willen met Geer op vakantie. Ja, dat wordt een beetje lastig natuurlijk met een paar duizend man. Dus dat is de reden dat we nou het leukste weekend hebben georganiseerd in de Eemhof. En dan hebben we s'avonds natuurlijk een grand Saturday evening. Samen met René Vroger, LA The Voices en Gordon. Wat we natuurlijk helemaal te gek vinden. Ik treed daar zelf op. Daarbij hebben we nog een fantastisch DJ. En de volgende dag is het natuurlijk, en s'avonds daarna is de grootste poolparty. Nou, dat is jou wel bekend, Corrie. Nou, poolparties ken ik wel. Poolparty heb ik het over. Oh, poolparty, oké. Okay. Ja, die, dat kennen we natuurlijk. Ik voel het nog in mijn rug. We vinden het heel leuk dat Gordon ook op. Dat is de reden dat hij ook bij het interview zit. En we hebben de volgende dag ook nog een hele grote pyjama party. Doen we een Miss en Mr. Pyjama verkiezing. Oh. En we zouden het leuk vinden als je het hele weekend blijft. Ik blijf het hele weekend. Ja, en we gaan allemaal hele leuke dingen doen. Ja. Schandelijk voor betaald ook weer. Het is toch niet te geloven. Geloof maar blijven voor dat geld. Ga je daar houden weekend op Gerard? Nou, we hebben vaker weekenden door. Ja, of nee, dagen. Dagen. Nou, het werd uiteindelijk een dag. Ja, door mij. Omdat ze geen zin had. Nee, jij, dat is al lekker veel. Nou, ik had echt zin in die programma's. Begin je weer? Elke minuut dat je was je geld al aan het uitrekenen. Wat je verdiende per minuut. Zowel bij de reclamespot als bij de uitzending. Nou, ik moet je heel even vertellen, ik zou er nu een moord voor doen. Ja, voor het geld? Echt? Ik ben nog op tellen van vorig jaar. Ik kom gewoon optreden. Ik ben niet van plan om dat te blijven. Maar misschien als ze echt aandringen. Maar ik ken die huisjes, die zijn toch prima voor elkaar? En ze zijn allemaal vernieuwd, hoorde ik. Ja, voor 18 miljoen is het verbouwd, dus die ongekend. Oké, okay, en hoeveel heb jij ervan opgeslokt? Heb jij ze ingericht? Er zijn 96 woonwagens staan er nu. Nee, ik had al thuis hoor. Wat heb je met je wenkbrauw gedaan, schat? Je hebt er iemand aan gevreten of zo? We hebben de ratten eraan gevreten in Aruba. Het ziet er niet, geverfd ook weer. Dat moet jij zeggen. Nee, het komt zo je hoofd uit. Nou, ik ben hier. Schatje, ik ben hier gewoon grijs. Nee, ik verf mijn haar niet, Olivier. Nee, je drinkt L'Oreal. Jij is een doodgespoeld. Je drinkt L'Oreal. Ja, zeker waar. Het is toch niet te geloven? Heb je al glas? Is dat lekker, L'Oreal of niet? Ik heb ook eens een glas. Ik was zo worth it. Je moet die grijs eens proberen. Mijn zuster heeft de hele vakantie een zwartkop gedronken. Een zwartkoffiethee. Zwartkoffiethee. Oh, wat vreselijk. Ik geef nog een vechtpartijtje aan het eind van de avond. Je bent uitgenodigd. En dat doet nog wat samen met John Dubak in je drankje. Dat je allemaal omvalt s'avonds. Dat je gewoon... Maar dat mogen we niet mee sporten. Ik heb een GHBO-cursus gevolgd. Ik heb een goodiebag, krijg je mee. Ja, en het leuke is dat wat zit erin? Dit verhaal geloof je echt al jouw oude cd zeker? Nee, maar dan moet je wel 3 koeniebags hebben gehad. Dat mag een flinke zak zijn. In de koeniebag zit eigenlijk nog meer in als dat je intrekgeld betaalt. Dus gemiddeld kost het voor een heel weekend 150 euro. Maar de koeniebags zijn rond de 200 euro. En er zitten echt hele leuke spullen. Ik ga niet zeggen wat erin zit, maar er zitten mooie dingen in. Dat is nu wel een beetje misschien in shape zijn, want die lopen daar ook wel een beetje door het zwemparadijs, toch? Ja, maar ik moet je zeggen dat ik heb de leeftijd bereikt. Dat heet de schaamte voorbij. Ja.
En ik let er wel op en ik sport wel. Maar ik val niet meer af. En ik ben iets te zwaar op de hand, 1,5 kilo. Maar ik heb er geen zin meer in. Ik heb er ook geen kracht meer voor. Ik sport elke dag en daarna hou ik het gewoon zo zoals het nu is. Geer en ik hebben het altijd hartstikke leuk gehad. En we hebben natuurlijk onze problemen gehad. Maar ja, ik bedoel, je ziet het nu ook weer. We zijn net weer 20 minuten bij elkaar. Het is gewoon jammer dat dat ooit gestopt is. Dat is gewoon jammer. Ja, jij hebt het format aan de kloten geholpen. Ik denk namelijk als mensen dit item vanavond zien, dat ze denken, waarom gaan ze toch niet samen met elkaar op de buis? Hebben jullie daar wel eens over? Hij zit bij SBS en ik bij RTL4, dus het kan zo zijn. Of nee, jij bent op projectbasis tegenwoordig, ja. Toch? Dus ik valt het over te praten, maar ik heb bij mij toch altijd gezegd, het zegt nooit. Alleen soms is het ook een verzadiging van alles. Ja, het is alweer zo lang geleden. Ik weet niet of het nog werkt. Ik was op Aruba en wat me opviel is dat zoveel mensen het nog terugkijken. Zoveel mensen kijken het gewoon nog terug. Ik hoor het, ik lieg niet als ik zeg, ik ben afgelopen zomer echt over geweest van Marbella tot Saint-Tropez. En wat hoor je dan? Alleen maar wanneer komt dat weer terug? Ja. Ga dan weer met God dat programma doen, weet je wel. Het heeft zo'n iemand, maar bij kinderen ook, die nu inmiddels alweer 3-4 jaar oud zijn. Als er geen 5 jaar is. En die vinden dat machtig. En die film misschien nog ooit in de toekomst. Nou, die heeft mijn zuster natuurlijk weer afgezegd. Want ze was bang dat ze weer ruzie met me kreeg. Vertel, dan leg dat eens even uit, Corrie. Hey, wat een lulverhaal. Voor een miljoen aan sponsors. Onze gage was er al uit. En toen moest je weer opnieuw beginnen. Dat is een mooi kittinkje. En als hij dit weekend afzegt? Nee, dat doet hij niet. Het maakt voor hem, ja, maar hij playback toch altijd, dat is helemaal geen probleem. Is het dit weekend? Nee, toch? Nee, je hebt 4 weken de tijd om zangles te nemen, schat. Is het een maand? Is het pas over een maand? Ja. Zangles te nemen ook. Kan niet meer. Gebroken.